Welkom bij Allemaal Almelo. In dit weekjournaal praten wij over gebeurtenissen en evenementen in Almelo. U kon er niet omheen. Een van de grootste evenementen van Almelo, het Historisch Festival 2015. Ruim 27.000 bezoekers, opnieuw prachtig weer, bij een goed georganiseerd evenement. Straks blikken we nog even uitgebreid erop terug. Maar eerst naar de andere gebeurtenissen in Almelo de afgelopen week. Het Orthopedagogisch Didactisch Centrum is een groot samenwerkingsverband tussen het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Het Nijrees aan de César Frankstraat in Almelo gaat per augustus 2016 sluiten. Het besluit kwam als een donderslag bij heldere hemel. Verslaggever Jenny van Dorsten sprak met twee vertegenwoordigers van de ouderraad. Jullie zijn boos en verontrust. Waarom? Omdat het bestuur een voorgenomen besluit heeft genomen het OPDC te sluiten per 1 augustus 2016. Zonder daarvoor nog goede alternatieven te hebben gegeven hoe ze het straks gaan oplossen voor de kinderen die hier op school zitten. Er zitten 280 kinderen op school. Nou, het zijn leerlingen met leerproblemen van allerlei aard. Van autisme tot dyslexie. En kinderen die gewoon wat meer aandacht nodig hebben en in kleinere groepen beter kunnen leren en zich concentreren. Ja. We hebben het wet passend onderwijs en de VO-scholen moeten zoeken voor passend onderwijs voor al deze kinderen. Alleen blijkt dat lang nog niet overal dat goed geregeld is. Nee, waarom gaat de school eigenlijk dicht? Ja, ze hebben het nog niet met zoveel woorden gezegd, maar het is een financiële kwestie. Het is een bezuinigingsmaatregel. En dan doet zich natuurlijk de vraag voor, hoe kun je nou zeg maar een expertisecentrum waar je de concentratie van allerlei expertise en didactische middelen en personeel hebt, wat eigenlijk een heel groot efficiënt systeem is. Hoe kun je nou zeggen dat dit niet goed is en volhouden dat het beter is om het weer op te splitsen onder het mom van dat is kostenbesparend? Nou, dat vragen wij ons af. Nou, we hopen dat er een vorm, en Nijrees een kleinere vorm, blijft bestaan. Alleen ja, er zullen heel veel kinderen terug moeten stromen naar het reguliere onderwijs. En ja, dan moeten ze daar op de een of andere manier goed opgevangen worden. Maar als jij een kind bent met heel veel last van prikkels, dan ga je niet goed functioneren in een hele grote school waar 1500 kinderen tegelijk rondlopen. De ouderraad was inderdaad perplex toen wij berichten horen kregen. En de ouders die voelen zich natuurlijk totaal machteloos en buitenspel gezet en helemaal niet serieus genomen. Ja, daarom dachten wij dat het zinvol was om die informatieavond te organiseren. We hebben daarvoor ook de besturen van zowel oud als nieuw uitgenodigd, zodat zij konden toelichten aan ouders wat de ideeën en de plannen zijn. En ook te luisteren naar de ouders van wat er leeft en speelt. Helaas zijn ze er niet op ingegaan. Almeloze kunstenaars Randy van Lingen en John Reinders hebben de plannen opgepakt om de rotondes in de stad mooier te maken. Het onderhoud kost de gemeente veel geld en soms is het een zee van onkruid. Uit andere gemeenten is het idee overgewaaid om de rotondes te laten adopteren en te voorzien van een kunstwerk. John Reinders over die plannen. We zijn bij de gemeente op gemeentehuis geweest bij de wethouders en naar aanleiding van dat stuk in de krant. En ik heb met Randy wat ontwerpen gemaakt om het wat aanschouwelijker te maken. Moeilijker. En ze waren een lijn enthousiast, moet ik zeggen. Ja. Het is de bedoeling dat ondernemers een rotonde adopteren, zeg maar. En dan, als ze dat gedaan hebben, dan kunnen ze in contact met ons komen of andere kunstenaars om eventueel een kunstwerk op te laten maken. Ja. Als het wat kostbaar is, kunnen ze natuurlijk ook met z'n vieren of met z'n vijven. Dan is de bedoeling dat er de naam van het bedrijf bij komt. Zo is het voor de ondernemer ook aantrekkelijk, denk ik. Ja. Randy van Lingen, beeldend kunstenaar. Wat vind je van de rotondes in Almelo? Nou, de rotondes over het algemeen vind ik ze een beetje saai en een beetje onverzorgd eruit zien. Je ziet natuurlijk mogelijkheden om wat moois ervan te maken. En er zullen prachtige beelden op kunnen staan of voorstellingen die ook te maken kunnen hebben met een bedrijf die bijvoorbeeld zo'n rotonde zou willen adopteren.
Hoofdzakelijk moet het een mooie uitstraling hebben in de vorm van kunst. En nu hebben jullie al een paar ontwerpen gepresenteerd, hè? Ja, dat klopt. Ja. En daar waren ze wel heel enthousiast over. De gemeente en die proberen de bedrijven daar enthousiast over te laten. Hoe gaan jullie dat doen? Nou, we gaan via een samenwerking met ons, met de gemeente en de bedrijven die geïnteresseerd zijn. Gaan we in overleg en dan gaan we kijken wat er allemaal mogelijk is. Deze week werd er stevig geknutseld en versierd in het parkje bij de Oude Veemarkt. Docent van het AOC Oost in Almelo, Pien Vleer, vertelt wat er gebeurt. Hier gebeurt een examen. Examen van studenten van Bloem en Design van het AOC in Almelo. En ze hebben een eindopdracht gekregen. En ze maken een grote kunstzinnige boom. Nou, wij staan hier op de Oude Veemarkt in Almelo. En dit is eigenlijk een braakliggend terrein. En het is een stuk grond van Beter Wonen. Hier vroeger een sportzaak gestaan, die is afgebroken. En nou, dat braakliggende terrein, dat moest eigenlijk een beetje opgesierd worden voor de bewoners. En de ingang van Almelo-Zuid naar de binnenstad moest eigenlijk een beetje een facelift krijgen. En we hebben daar een project van gemaakt met onze studenten. En hebben dit braakliggende terrein aangekleed met allemaal mooie bloemkunstobjecten. Op dit moment worden de objecten beoordeeld. Dit is namelijk een praktische eindtoets van de studenten van Bloem en Design. En zij hebben dit als onderdeel. Zij worden opgeleid als bloemarrangeur, maar ook als ondernemer. En ondernemersvaardigheden kun je het mooiste ontwikkelen eigenlijk om reële opdrachten binnen te krijgen. En vanuit Beter Wonen, de woningcorporatie, hebben wij de opdracht gekregen, onze studenten althans, om dit parkje te gaan inrichten. In totaal zijn het er 10. We hebben 10 studenten en die hebben dus allemaal individueel een kunstzinnige boom gekregen. Dus dat is ook waar wij voor opleiden. Hè. Ze worden bloemarrangeur en ondernemer. Dus zij moeten ook in staat zijn om dat hele creatieve onderdeel toe te passen. En na 3 weken halen zij het plantaardige gedeelte, dus het bloemengedeelte, halen ze weg. En dan blijft er nog een heel mooi object over. Zijn ze allemaal geslaagd? Dat weet ik niet, want ik ben de docent en ik mag het niet beoordelen. Dus dat wordt door externe mensen gedaan. Hebt u er een goed gevoel bij? Ja, ik heb er een heel goed gevoel bij. Ze hebben in ieder geval wat ze geleerd hebben, wat we ze aan bagage meegeven, dat neemt niemand hun mee af. Dus in die zin vind ik eigenlijk al dat ze geslaagd zijn. En stel dat er iemand op bepaalde onderdelen een onvoldoende heeft gehaald, wat natuurlijk best zou kunnen, dan krijgt hij daar nog weer een herkansing voor. Huisarts Marten Boscha neemt na 26 jaar afscheid en dat doet hij in stijl. Zijn grote hobby is fietsen en als dank aan zijn patiënten, praktijkondersteuners en collega's gaat hij mee fietsen in de Alpe d'Huez. Op 4 juni ga ik fietsen in Frankrijk in de sponsortocht van de Alpe d'Huez. Ik ben binnenkort bijna vertrokken als huisarts in Almelo. Ik heb dat bijna of ruim 26 jaar mogen doen en ik heb dat gedaan met heel veel plezier. Je hecht niet alleen aan Almelo en aan Twente, maar je hecht met name aan een hele grote groep mensen uit Almelo voor wie ik jarenlang huisarts heb mogen zijn. Je hebt gelukkig ook een heleboel plezierige dingen mogen meemaken op het gebied van gezondheid of herstel van gezondheid. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel problemen en heel veel moeilijke problemen geweest. Juist als het gaat om ziektes die niet zijn te genezen. En dat noemen we dan de kwaadaardige ziektes over het algemeen. En dat is dus ook de reden dat ik mee ga doen als dank aan mijn patiënten voor al die jaren die ze bij mij patiënt hebben willen zijn. Om ze iets terug te geven. Juist op het gebied van ziekte, op het gebied van het onderzoek naar nieuwe of betere mogelijkheden om de kwaadaardige ziekte of de kanker te behandelen. Ja. Ik ben niet alleen dank verschuldigd aan de patiënten, maar met name natuurlijk ook aan het personeel en aan de collega's die mij daarbij geholpen hebben. Ja. En als eerste is dan natuurlijk geweest mijn vrouw. Je kunt dat niet in je eentje. En die ondersteuning is er natuurlijk geweest van de collega's, maar in eerste instantie van mijn vrouw, die jarenlang de assistent is geweest. Ja. Ik deed voornamelijk de telefoon. Recepten, uitslagen en dergelijke. Telefonisch spreekuur begeleiden. Ja.
belangstelling of mijn zorg, om zo te zeggen, is gebleven voor buitenlanders in zijn algemeenheid, maar ook voor vluchtelingen met name. En daarom ben ik vanaf het begin dat het asielzoekerscentrum in Almelo is gekomen, ook de huisarts van het asielzoekerscentrum geweest. Nou, de receptie is gepland, dus daarom een paar weken voor de sponsortocht. En dat is dan uiteindelijk geworden vrijdag 15 mei. En laat dat nou, helemaal toevallig misschien, ook nog precies de dag zijn waarop ik 26 jaar geleden dan in Almelo ben begonnen. Maar in ieder geval de keus voor de datum is gekozen om te zorgen dat het valt voor de sponsortocht. Sportman van het jaar 2014, Erik Vijverberg, streed in Mariënberg afgelopen weekend voor het Nederlands kampioenschap biljartartistiek. Verslaggever Albert Hendriksen vroeg na afloop waar het misging. Ja, wat lukte er niet. Het gevoel was de eerste set er sowieso niet. Ik was koud. Eigenlijk de eerste set opgegeven. De tweede set was het er wel. En de derde en de vierde ook wel. Alleen mat en ja, het is niet zomaar de tegenstander. Hè. Het is ook een vechter. En we kennen elkaar goed en we hebben vaak tegen elkaar gespeeld. Altijd spannende partijen. En ja, ik trok aan het kortste eindje nou deze keer. In de derde set, toen ging er wat mis. Ik kwam daarop instoot. En hij maakte die wel en jij niet. Kun je een verklaring daarvoor geven? Ja, dat was figuur 68 was dat ook. En dat is een kopstootje. Speel ik normaal heel goed, maar ik had geen rustige hand. En normaal speel ik hem uit de hand en nu deed ik hem over de knie. En ja, ging niet goed. Dus misschien had ik hem toch over uit de hand moeten spelen. Ik weet het niet. Dat is een achterhand. Toch een beetje spannend. Ja, je weet het nooit. Dit blijft een raar spelletje artistiek. Als je even het gevoel niet hebt, kun je zo door de mand vallen. En als je het even gevoel wel hebt, kun je van de hele wereld winnen. Dus dat verschil is heel klein. Waar zit het? Het is niet echt een fysieke sport. Ja, je moet wel fit zijn, maar zit het met name in het kopje? Ja, het is hoofdzakelijk concentratie en het gevoel hebben. Hè? Het gevoel van hoofd en achterhand afstoot, dat moet goed zijn. En dan moeten er geen twijfels in komen. En als er twijfels in komen, word je onzeker. En dan ga je trekken en dan ga je raar doen. En ja, dan springen de ballen eruit. Hè? En dat mag bij ons ook niet, die moeten we toch op de tafel blijven. Dus. En dan is het echt een kwestie van millimeters waar jij die bal raakt of een stoot wel of niet lukt. Ja, ja, het verschil tussen raken en missen, dat is echt millimeters, halve millimeters soms. En een leek die zou zeggen, goh, is die bal slecht geraakt. Maar een kenner die zegt van, oh, was maar een millimetertje. Oh, en dan loopt die bal heel anders in één keer. En dan, maar ja, dat is het spelletje, dat is de charme van dit spel. Ach, beste spelers van Nederland en dan hoor je het dan toch bij de laatste vier. Ja, nou, dat is... Ik heb me wel genesteld daar in dat groepje, zeg maar. Ik ben zelf al twee keer Nederlands kampioen geworden. Martin ook. Die heeft nou de kans op de derde team. Sander zit erbij, vijfvoudig Nederlands kampioen. Dus ik speel anderhalve finale nu nog tegen het jongste talent, mijn leerling, Job de Jong. Dus we zullen zien wat de finale wordt. Het wordt nog wel een mooie partij, dat is zeker. Maar wat is de eerstvolgende dat op de agenda staat? Over 14 dagen hebben wij de Europees kampioenschap in Brandenburg bij Berlijn. En daar ben ik ook geplaatst. En daar gaat Sander ook in, Sander Jorne en René Dirks. Met z'n drieën gaan wij daarin. Kijken of we daar beter kunnen spelen als hier nu. Het Overijssels Russisch Orthodox Koor heeft de thuishaven in Almelo. Vorig weekend gaven ze een concert in de Grote Kerk samen met het Eibergs Mannenkoor. We laten u meegenieten van een klein deel van dat concert.
En dan het Historisch Festival 2015. Vorig weekend kwamen er ruim 27.000 bezoekers naar het Schelvorstpark. Vergestern kriegst du nichts? Du, das ist genial, gell? Das ist jetzt schon genial, oder? De adjudant van de Prins van Oranje, vandaag een belangrijke taak. Nou, niet alleen vandaag. Het is altijd een belangrijke taak. Maar inderdaad, we zijn met de voorbereidingen van de veldslag bezig. De prins is op dit moment ook bezig om zijn paard in te rijden. Dus vandaar dat hij even niet in staat is om nu te woord te staan. En ik zal de prins in de veldslag begeleiden en zorgen dat hem niets overkomt. Mijn dagelijkse taak is dat de prins zich niet bezig hoeft te houden met de alledaagse beslommeringen. Dat is mijn taak, zodat hij toekomt aan al zijn prinselijke taken en militaire bevelhebbertaken. De slag om Ruigenrode hier in Almelo, ja, wordt een strijd met Napoleon. Ja, het werd ook tijd dat dat gebeurde. En we hebben te lang onder het Franse juk geleefd. En gezien het enthousiasme ook van de plaatselijke bevolking is het toch oranje boven wat de boventoon voert. En we hopen dat er betere tijden aanbreken voor de Almeloze bevolking. Kunt u het tijdsbeeld eens schetsen, hoe dat was onder Napoleon? Onder Napoleon laat ik vooropstellen dat de jonge Napoleon veel goede zaken verricht heeft. En ook qua staatshervormingen een heleboel zaken doorgevoerd heeft. Waar we heden ten dagen nog baat bij hebben. Ons rechtssysteem is er voor het grootste gedeelte op gebaseerd. De burgerrechten kwamen onder de jonge Napoleon wat meer naar voren. En helemaal in de daarvoor gaande revolutionaire Franse periode. Echter.
wat er vaak gebeurt met mensen die te lang aan de macht zijn in hun eentje. Ze krijgen wat apartere neigingen, dictatoriale neigingen. En de Napoleon van 1813 was helaas een schim van wat hij was. Hij had een noodlottige campagne in Rusland meegemaakt, waar heel veel Nederlandse dienstplichtige militairen omgekomen zijn. Dat zette heel kwaad bloed in Nederland. De Nederlandse economie ging ook daardoor enorm achteruit. Nederland van 1813, 1814 is armoede en honger troef. Dus het was niet zo vreemd dat men genoeg had van de Fransen op dat moment. En vandaar dat alles beter dan dat, dachten ze. Dus de Oranjes konden terugkeren. En in dit keer hadden ze geleerd onder Lodewijk Napoleon dat het koningschap goed kon zijn. Helaas heeft zijn broer het later overgenomen en is dat minder verlopen. Dus men wilde niet meer terug naar het stadhouderschap, maar naar een regerend koning. Later is daar men ook weer van genezen geraakt en hebben we de parlementaire democratie ingevoerd, omdat de koning iets te veel zijn stempel drukt. Willem I was niet echt een democraat. Ja, ja. Ja, mensen, wat ik bemerk, goed gemutst. We hadden heel veel geluk met weer, net zoals 2 jaar geleden. Ik verwacht morgen natuurlijk, ja, zondag alle mensen vrij, normaal gesproken. Dus ik verwacht morgen wel wat meer publiek. Maar het was nu al helemaal vol, ik denk. En dan, we hebben dat destijds berekend. Ja, dat zijn gewoon minimaal 5000 mensen, maar ik denk wel een beetje meer. Ja, tot dusver dus geslaagd? Ik denk zeer geslaagd. Ik heb geen onvertogen woord gehoord van deelnemers, niet van publiek ook niet. Ik hoorde alleen even dat het ooit verder werd hard geknald. Ja, sorry, maar het is een veldslag. Dat is net zoals je voetbal ziet liggen bij het Heracles-stadion tijdens de wedstrijd. Ja, er wordt wel geknald hier, ja. Dat klopt. Nee, nee. Hij jacht.
willen dat ook doen. Ten slotte nemen we u nog weer even mee op de fiets door Almelo. Deze keer door Centrum Oost. Zover het Allemaal Almelo weekoverzicht. Terugkijken kan ook via onze website www.avisie.nl. Vanaf volgende week vrijdag is er weer een nieuw weekjournaal. Tot dan! We geven het door aan elkaar. Iedereen, ieder jaar opnieuw. We koesteren het. Herdenken het. We vieren het. Omdat het misschien wel het belangrijkste is dat we hebben. Vrijheid. Laat het vuur van de vrijheid branden. 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers. 5 mei vieren we dat we vrij zijn. Vrijheid geef je door.